Goedemorgen, ik zet vandaag mijn beste bloemetje voor. Er is over nagedacht, maar eigenlijk is het dus mijn beste beentje voor zetten. Ik moet wel zeggen, vandaag heb ik niet zo echt een topdag. Eigenlijk niemand hier in ons huis precies. Behalve onze Jules misschien, die staat hier nu bij onze televisie. Ik heb hem zo net nog een nieuwe luier gegeven. Op de mat, Jules niet aan onze tv komen jongen. Hier op onze mat voor onze televisie. Hij maakt een hele grote drama om op zijn verschoonmat te gaan liggen. Ik dacht echt iets van weten. Fuck it. Oké, eventjes een vloek in de vlog. Dan verschoon ik hem wel rap hier. Dan kan je nog wat televisie kijken. Dan gaat dat zo net ietsje makkelijker. Soms moet je ook gewoon een keer eventjes aan eigenlijk jezelf denken op zo'n momenten. Jenno is momenteel beneden bezig om de vlogjes te monteren. Die had vandaag echt super veel werk, dus de hele dag daarmee bezig. En ik heb zoiets van, ja, ik ga vandaag een beetje rustig aan met Angel hier eigenlijk thuis. En een beetje knuffelen. Hij heeft daar straks ook al eventjes een dutje op mij aan het doen geweest. Maar toen dat hij echt heel erg goed vastliep, heb ik hem eventjes gewoon alleen gelegd. En dan kon ik even verder werken op de laptop. Ik heb hierboven nu ook trouwens de laptop. Onze oude laptop, die heb ik dus gehad van Jenno. En dan kon ik toch ook nog de mailtjes nog doen. Nog allemaal dingetjes in orde maken nog voor samenwerkingen. En dan kon jij nog gewoon beneden verder monteren op zijn nieuwe laptop. Dus dat was eigenlijk wel fijn. Dat is eigenlijk ook eigenlijk de allereerste keer dat wij alle twee samen konden werken op een laptop. Want vroeger moesten we altijd een beetje een wisselwerking doen qua laptop, omdat we maar eentje hadden. Maar nu hebben we er dus eigenlijk alle twee eentje. En dat is wel kei gemakkelijk. Hé Jules? Je was aan het slapen, hè? Hey, je was een dutje aan het doen daarnet, weet je nog? En ik heb daarnet ook nog een interview gedaan, nog met de krant, en trouwens twee kranten. En Jules, voorzichtig. Schatje, voorzichtig. En dat was ook wel heel erg fijn. We hebben dus over een paar dagjes hier bij ons koffienastiaatje een mommy's breakfast. Dus dat is eigenlijk een ontbijt voor allemaal jonge mama's. Of mama's, of mensen die zwanger zijn, mama's die zwanger zijn. En dat vond... tegen onze camera. En dat vond de krant wel iets leuks om over te schrijven. Dus nu hebben we eigenlijk al in drie kranten gestaan daarmee. Dat is wel kei fijn. En het is ook gewoon leuk dat ze ons daarvoor natuurlijk vragen voor een interview. Dus nu hebben we dus eigenlijk in totaal afgelopen dagen in drie kranten gestaan. En het heeft toch altijd ook wel een leuk, voldaan gevoel. Ook heel fijn dat er ook zo heel erg veel positieve reacties op komen. Dus... trouwens, wanneer deze vlog online komt, is onze eerste editie alweer gepasseerd. Maar als je nu zou zeggen van kijk, ik vind het wel tof zo, een mommy's breakfast. Dat is eigenlijk allemaal jonge mama's die samen gaan zitten aan één lange tafel. En die gaan dus eigenlijk elkaar leren eigenlijk kennen en doen. Een beetje babbelen onder elkaar. Onze volgende editie is op 25 maart. Dus als je deze video ziet, kan je nog wel meedoen voor de editie op 25 maart 2023. Zal ik er eventjes bij zeggen. Want het kan natuurlijk ook wel zijn dat je deze video later bekijkt. Ziezo, ik ga nu onze Jules in zijn stoel hier zetten. Ik heb hem net ook nog eventjes zijn eten opgewarmd. Dan ga ik hem een beetje eten geven. En dan gaan we verder nog wat spelen, denk ik. Want daar heeft er eentje zin om te spelen, precies. Jules! Onze living is tegenwoordig echt een en al speelparadijs geworden. Dat is echt zot als je dat zo wat bekijkt. Hey. Moet je een beetje eten? Jules, kijk, moet je eten? Je loopt nu rond met dat boekje, zonder dat het zo muziek zo te maken op hetzelfde knopje. Jules, maak jij muziek? Ga je dansen? Oh. Hey, mama is hier, hè? Kom, we gaan eten, jongen. Tja, ik zei dus wel aan Jules gaan eten geven, maar hij heeft dus blijkbaar nog absoluut geen honger. Hij spreekt het gewoon terug uit, heeft er geen zin in.
En hij wil zelfs eigenlijk zijn mond niet eens open doen. Dus dat is niet zo echt evident. Maar ik hou vol. Ik ga direct nog een keertje proberen. En hij zal toch wel eigenlijk zijn patatjes wel moeten opeten. Het is patatjes met spinazie en kip. En Juleke. Het is lekker hoor. Met heel veel ijzer. Jules, waar ben je? Oh, zit je in de tunnel? In je ballo, kijk! Wauw! Ja! Goed gedaan! De bal spelen, hè? Hopla, door de benen! Nog een keer, poep! Ah! Wow! Nog een keer naar mama nu, hè? Nog een keer, ja! Goed zo! Het is slaapjestijd! Wie zit er anders op mijn mama's nek? Papa, ze wordt helemaal wakker, hè? Hey, maar we hebben wel hier de grootste lol vandaag, hè? Ja. Oh, kleine kapoenie. Zijn eten opeten lukte daar straks niet al te goed. Ook trouwens bij Jenno niet, want ik heb dus uiteindelijk ook dan nog een keer de hulplijn van Jenno ingeroepen. Van kijk, kom toch een keertje jij eigenlijk proberen. Maar het lukte Jenno ook niet. Hij heeft wel een halve maaltijd op. Dus ça va nog. En dan zullen we steeds zien dat hij ook nog een beetje extra melk nog drinkt. Zodat hij toch wel eigenlijk voldoende voeding binnen heeft. Dus ik voel hier aan mij een trui daarnet en die is helemaal nat. Dat is echt zo het typische aan ons ook eigenlijk een baby hebben. Jankt constant voorzichtig, hè? Zoals Simba. Nee. Ja, zeg jongens, zijn ze een beetje rustig? Vervelend als een babytje hebben, of aan een kindje hebben, is dat je constant onder dus nog zo de kwijl hangt. Dat ik best wel vaak als je zo eens komen knuffelen of zo. Zeker nu, want hij krijgt momenteel dus eigenlijk kiezen. Hij heeft er wel al minder veel last van als vorige week. Allee. Hij heeft er wel al minder veel last van als vorige week, maar toch nog altijd wel een beetje. Dat zorgt toch wel dat hij toch altijd een beetje zo wat meer wat kwijlt en doet. Dus ja. Maar we gaan dus nu ons Jules in bedje stoppen en ik ga hier dus ook deze video afsluiten. Het was niet echt een super boeiende video misschien, maar we hebben wel een hele leuke dag gehad. We hebben echt wel genoten van onze quality time dagje. Mama Jules dagje eigenlijk een beetje, want papa heeft de hele dag bezig is nog aan het monteren. En alle vlogjes zijn ook eigenlijk afgemonteerd. Want dat is duimpjes omhoog voor Jenno. Die dat elke dag zo goed bijhoudt. Of toch elke dag, of toch gewoon geregeld zo goed bijhoudt. Om onze vlogjes van alle dagen mooi af te monteren, in te plannen. Zodat jullie elke dag een nieuwe video hebben. Duimpjes omhoog voor Jenno. En wij zien jullie graag morgen opnieuw voor een nieuwe video.